Peter, wie mis jij morgenavond? Ibarra is er niet bij. Piet nog niet. Kelvin Leerdam nog niet. Kruiswijk nog niet. En even kijken, Bertrand is geschorst. Piet is al een enige tijd afwezig. Wat heeft hij precies? Nou, Piet is behoorlijk ziek geweest. En is daardoor behoorlijk afgezwakt ook. Hij is wel weer aan het trainen. Hij heeft, gisteren heeft hij volledig bij ons meegetraind, de hele training. Maar dat was pas de eerste keer, dus dan is het niet fit genoeg om op de bank te zitten. En vandaag weer gewoon met Jeroen erbij, die bij ons wel reserve zit. En hij heeft voor de training een goede sessie afgewerkt met Raymond, omdat wij gewoon te weinig doen een dag voor de wedstrijd. Ja. Traoré, ja, die zei al, die mis ik morgenavond. Belangrijke speler, scoort veel de laatste tijd, de laatste maanden. Weet je al hoe je dat gaat opvangen? Jawel, gewoon Djordjevic gaat in de spits spelen. Eerder dit seizoen had je ook een keer gekozen om daar Vakko neer te zetten. Kazajsjeli, heb je dat ook nog overwogen om dat morgen te doen? Nee, omdat ik vind dat Vakko zijn positie op het middenveld gevonden heeft. En Juka heeft zich erg goed ontwikkeld in de loop van het seizoen. En die verdient daar zijn kans. Wat verwacht jij morgenavond voor een wedstrijd? Ja, toch wel weer een wedstrijd zoals we ze eigenlijk altijd wel zien. Een ploeg die terug zal zakken en ons het spel zal laten maken. En probeert vanuit de omschakeling gevaarlijk te zijn. Dus ja, dat zijn we gewend. En dat is eerlijk gezegd wat ik ook wel verwacht, zoals Den Haag zal spelen. We hebben ze gezien tegen Utrecht. Nou, Utrecht is denk ik niet zo sterk als wij zijn, maar daar deden ze dat ook al, dat ze terugzakten. En deze speelwijze hanteren. Ja, ze hebben hele goede periodes gehad volgens mij en ook wat mindere. Ja. En, ja, ze staan niet super hoog. En het is toch altijd wel een lastige wedstrijd daar, ja. Vitesse heeft de derde plek in de Eredivisie in het vizier gekregen nadat Feyenoord onverwachts met 1-0 verloor van Go Ahead Eagles. De Arnhemmers staan nog 4 punten achter de Rotterdammers. Voelen de spelers de druk daardoor wel toenemen? Extra druk? Nou, het is alleen maar leuker geworden, denk ik. Ja, na dit weekend we stonden 7 punten achter, denk ik. Ja. En nu zijn het er nog 4 dan. En, zo kom je wel steeds dichterbij met nog 3 wedstrijden te gaan. En, ja, ze hebben niet het makkelijkste programma. En, dus dit weekend is wel belangrijk. Ja. Wat ik er steeds bij roep, en dat is misschien saai, maar het enige wat wij kunnen doen is zelf onze wedstrijden winnen. En voor de rest ben je toch afhankelijk van Feyenoord. En moet je naar hun kijken. Nou, wij hadden al gespeeld en dan zit je toch te kijken wat zij doen. En als ze dan verliezen, dan weet je dat je 3 punten inloopt. Maar dat doe je alleen maar omdat je zelf gewonnen hebt. En datzelfde zal vrijdag weer gelden morgen. Dat we eerst zelf moeten zien te winnen. Dat zal niet makkelijk zijn. ADO Den Haag uit. Maar dat gaan we wel proberen. Merk je dan dat het wel nog meer begint te leven, die derde plaats, ook bij de spelers? Want ja, ze willen natuurlijk elke wedstrijd winnen, maar zolang Feyenoord wint, ja, dan kun je winnen wat je wil, maar dan kom je niet in de buurt. Maar ja, nu ben je een stapje dichterbij gekomen, dus ik kan me voorstellen dat het nog meer leeft. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, de jongens die zijn ook niet achterlijk, die zien dat ook. En zeker gezien het aantal wedstrijden, nog maar 3. En 4 punten is op zich veel, maar ja, er zijn gekkere dingen natuurlijk gebeurd. En zeker kijkende naar... Ja, de flow waar wij toch wat in zitten. En als je thuis niet van Coët weet te winnen, dan kan ik me voorstellen dat je ook niet met een gerust gevoel naar Groningen afreist.